Yan yung velvet phone. Zoals ik al zei, nee, ik heb het eigenlijk helemaal nog niet gezegd. Wat ik wou zeggen is dat we behoorlijk veel hebben gespeeld de laatste tijd. Eigenlijk zo'n beetje de hele zomer door, maar eigenlijk waren die optredens allemaal wat grotere festivals, veel mensen voor je neus. En dan is het altijd jammer, want dan kun je dus de kleinere liedjes vaak wat minder makkelijk spelen. En ik hou eigenlijk gewoon veel meer van intieme settings. Maar gelukkig staan we in een theater. Hoort er allemaal bij ons. Nee, maar serieus, ik vind het gewoon fijn om... nu staan alle lichten uit, maar om bij wijze van spreken de mensen achter de zaal in hun ogen te kunnen aankijken. En dat is hier aan de hand, dus ik ben heel blij. En dat is ook eigenlijk de reden waarom ik dit volgende liedje, dat brachten we uit in april dit jaar. Nooit echt op deze manier meer kunnen spelen, behalve nu. En wat ik namelijk wil proberen is om van deze ruimte gewoon een beetje mijn huiskamer te maken. Maar als je het over intiem hebt, dan doe ik het ook gewoon echt intiem. Yeah.